uit met je klauwen. Van mijn laars af. Die is niet van miauw. Henry? Ja? Oké, kan één van jullie misschien vertellen wat de hel... wat de carré hier aan de hand is? Ik leg het je uit, grote vriend. Hoe noemde je me nou? Luister, kort maar fantastisch verhaal. We hebben je laars per ongeluk gesloopt. Wat? Tijdens die sloop hebben we wel lol gehad. Hebben jullie gevoetbald en of gedanst? Alle twee, kat ik. Nice. Waarom hield je ze niet tegen? Dat wilde ik. Maar ze luisterde niet. Wat? Huh? Waarom zou je dat niet? Waarom luisteren jullie niet? Waarom? Ze luisteren nooit. Serieus? Dat ze de mancave nog niet opgeblazen hebben dan? Dat hebben ze. Ik zou het zo meer doen. Stelletje beest. Ongelooflijk. Wanneer krijg ik mijn laars terug? Jouw laars? Het spijt me, knapperd, maar dit is mijn laars. Nou, ik heb een dimensie gevonden die lijkt op de onze. Alleen mensen luisteren wel naar Charlotte en gedragen zich als katten. Ja, hij heeft mij en Jasper daarheen gestuurd om de Theranos laars af te pakken. Slim bedacht. Oh, dankjewel. Ik had problemen met mijn zelfvertrouwen. Kom dicht, Watson. Dus jullie hebben hun laars afgepakt? Ja. Dat is niet van mij. Nee. Dat is hier wel, lekker ding. Nu moet je even luisteren, Spetter. Gebruik die sterke, mannelijke, maar ook verrassend zachte handen om mij die laars terug te geven. Kom hem maar halen. Knapperd. Henry! Ik heb hem. Oh, nee. Jasper, gooi hem naar mij. Nee, dat is Kattenpijper. Miauw, miauw, schatje. Yes! Ja! Yeah! Nee dan. Waarom luister je niet naar Charlotte? Omdat we dat nooit doen. Breng je snel naar huis, Schrot. Oké. Nee! Mijn laars is kapot! Helemaal niet. Mijn laars is juist kapot. Is hij überhaupt wel stuk? Ja, je kan die steen er toch gewoon weer opplakken. Ik zei dat hij kapot is! Maar ik kan hem nog wel maken. Hij is waardeloos! Oké, nu niet meer. Stom ding! Ik haat deze laars nu! Had ik hem er nooit gezien! Hier kan ik niks mee! Ik hoef hem al niet meer! Ik haat je laars, ik haat je! Bedankt, hè, allemaal! Jullie hebben de laatste Theranos laars in het universum gesloopt. Nou... Volgens de theorie van de universele dimensionale dubliciteit bestaat er een oneindig aantal universums. Dus zijn er ook een oneindig aantal Theranos laarzen. Dus jullie kunnen naar een andere dimensie gaan om een nieuwe te halen. We zeggen hetzelfde. Dit is zo cool. Ananas. Frikandelbroodje. Wat? Wat volgens de universele dimensionale dupliciteit betekent dat er ergens in het universum een dimensie bestaat waarin niet ieder mens een snor heeft. Wat? Waar wrijven ze dan over tijdens het denken? Goeie vraag. Oké, ik heb de laars. Mooi. Geef me hier, dan ga ik terug naar mijn dimensie. Huh? Oh, nee. Deze laars is van mij. Hoe moet ik dan aan mijn laars komen? In een dimensie waar iedereen Henry is? Hey, moet je dit horen? Volgens de theorie van de universele dimensionale dupliciteit bestaat er ergens een dimensie waar mensen wonen die geen Henry zijn. Wat? Nou, Henry zij dank ben ik wel Henry. In deze Henry-dimensie. Goed gezegd, Henry. Dank je, Henry. Oh, ik had het eigenlijk tegen Henry. Gebeurt wel vaker. Ik neem die laars mee. Wat? De Henry was dat. Dat was dus geen Henry. En hij heeft mijn Henry-nos laars afgepakt. Dat vind ik niet leuk. Dat was Henry. Oké, Henry. Over 20 seconden moet je op de roze knop drukken. We tellen af vanaf nu. Oké, waar is de roze knop? De knoppen zitten op je bedieningspaneel aan de rechterkant. En druk alleen op de roze. Dit is waar het misging met Hensie.
Ze zijn allemaal roze. Dat is niet waar! Eentje is zalmkleurig, eentje is bubblegum, eentje is flamingo, eentje licht magenta. We hebben niet veel tijd meer. Druk op de roze knop. Welke is de roze? Zeg maar welke hoek aan links, rechts, boven, het beneden. Het is die daar. Dat is roze. Piper? Piper? Henry's zusje? Waarom zijn jongens zo slecht met kleuren? Ja toch, Charlotte? Wat doe jij hier nou weer? Wat had zij daar nou? Ja, wat doe jij hier? Nou, ik heb Jasper gedropt, ben teruggekomen en aan boord gekropen. Dit schip is echt geweldig. Hey, maar doen jullie vaak dit soort dingen? Niet elke dag, misschien één keer per week. Waarom ben jij zomaar aan boord geglipt? Je gaf Jasper de opdracht me thuis te brengen. Wat dacht je dan dat er ging gebeuren? Jongens. Je bent hier niet voor getraind, Piper. Dit is niet Jij bent echt getraind. Oh, ik ben zeker getraind. Je weet niet eens wat een roze knop is. Hoe moet ik weten welke roze is, Piper? Nou, die daar is van allemaal. Dat is het zijn allemaal roze knopjes. En ik ben jongens! Wat? Daar is de hippocampus. Maak een noodstop. Nee, Piper. Piper, niet. U heeft uw bestemming bereikt. Hoe wist je? Wat je wist? Ik weet wel wat een noodstop is, Henry. Ik heb namelijk een rijbewijs. Duidelijk. Iedereen weet dat. Wat moeten we nu doen, Schwot? Ga opzij. Jij kent Schwot niet zo goed als ik. Wat moeten we nu doen, Schwot? Oké, je moet de elektrische schoktoebrenger plaatsen voordat je hem aanzet. Oké, hoe doen we dat? Druk op de lichtblauwe knop aan je linkerkant. Meen je dit nou serieus? Dat is hemelsblauw. Zwitserse oceaan. Ja, heel goed. Er is geen oceaan in Zwitserland. Wie verzint die naam? Geblaatst! Beste! Wat gebeurt er? Ik dacht dat ik je nooit meer zou zien. Schwot! Er gaan allemaal alarmen af en er knipperen lampjes. Welke kleurlampjes? Zwitserse lucht, de flamingo oceaan en ze knipperen allemaal. Rustig, raak niet in paniek. Er is een slang losgesprongen en volgens mij lekt er een of ander spul uit. Wat? Dat is de brandstofslang. Is dat erg? Nou, nee. Ik bedoel, ja. Ja. Paniek. Schwartz, wat moeten ze daar niet doen? Schwartz, er moet toch iets zijn om dit op te lossen? Ja, dat kan. Maar dan moet je de capsule verlaten en de brandstofslang weer aansluiten. Oké, en hoe doen we dat? Druk op de knop om het noodpak vrij te geven. Baby konijn roze. Mm-hmm. Hoeveel stomme kleurenknoppen zitten er in die stomme capsule? Gevonden! Oké, Henry, trek het pak aan en kruip de capsule uit. Over dat pak. Het is echt veel te klein. Henry, laat je zusje naar buiten om de brandstofslang te maken. Nee, het is te gevaarlijk. Oké, ik ben het hulpje, dus ik zet mijn leven. Klaar. Wat? Hij is gemaakt. Kom op. Heb je hem serieus net gemaakt? Want dat is indrukwekkend. Haal me uit deze hersenpan, Schwot. Er is niet genoeg tijd om naar Rezen Oor te gaan. Dus je moet een ander gat gebruiken. Het gat dat eruit. Oh, god, nee. Ja, dat wordt toch een nee van mijn vriend. Ik heb het over zijn neus. Oh ja. Oh, dat bedoel je met raakt. Probleem. Doe precies wat ik zeg en dan zijn jullie misschien op tijd. Oké, opzij, Piper. Ik stuur wel. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Heerlijk dit. Ik haat dit! Nu stoppen! Oké, zet geen stap dichterbij. Ik wil je geen pijn doen. Hé, ik ben nog niet klaar met... We willen ook niet dat jij ons pijn doet. Ik zou jou geen pijn doen. Ik ben je zusje. Wat? Ik ben het, Piper. Wat? Uit de toekomst. Wat? Wat? Maar
als je ons even vertelt waarom Piper zo gevaar loopt, dan vindt Ray het misschien makkelijker om je te geloven. In de toekomst ben ik de leider van een rebellenleger dat vecht tegen de robots die de mensen tot slaaf gemaakt hebben. De robots krijgen me in de toekomst niet te pakken, dus sturen ze een gruwelijke machine naar deze tijd om mij, Piper, te vernietigen. En die komt vandaag. Dit klinkt best ernstig. Het klinkt alsof mevrouw te vaak de Terminator heeft gekeken. Wat is de Terminator? Daar is hij! Maar wat? Blijf staan! Waarom? Hij komt Piper vernietigen. Wat? Wie? Hij? Dat vind je daar? Ja! De robots vermommen zich als kinderen, zodat het lijkt of ze geen bedreiging zijn. Okay. Weet je wat? Ga jij maar even lekker douchen, maffa Mieke, dan regel ik dit. Ik heb best een goed gevoel voor gevaar. Dit kleine ventje zou nooit iemand kwaad... Het is zwaar! Dat zei ik! Alles wat je zei is zwaar! Ik zei het! Okay. We moeten Piper beschermen, kost wat kost. Ik ga naar binnen om haar te beschermen. Dankjewel, broer. Wat is er aan de hand? Waarom denk je dat er iets aan de hand zou zijn? Okay, misschien vertelt dat gekke oude mens toch de waarheid. Er kan me nu maar beter iemand vertellen wat er aan de hand is. Okay, niet in paniek raken. Maar er staat een robot voor de deur die jou nu wil vernietigen. Wat? Je moet dus niet in paniek raken. Rustig maar. Wij beschermen je. Er is dat ventje weer! Ik voel me zo veilig. Okay. Daarnet had je me misschien te pakken, maar dat kwam omdat ik het niet verwachtte. Wat de kont! Het is okay. Ik regel het. Hey, vriendje. Blijf er even staan. Stop maar met bewegen. Rood licht. Jij moet stoppen als ik rood licht zeg. Dat hoort bij de regels. Stop. Rustig maar. Stop niet. Ik spreek vloeiend robots. Adios, roboto. Dat is gewoon Spaans. Volgens mij heb je hem nu bozer gemaakt. Ja. Eens kijken wat hij hiervan vindt. Heb ik hem? Op wie ben ik geland? Op je vriendin. Ze is niet mijn vriendin. Maar daar hebben we het later wel over, want eerst moet dat jochie worden opgevoed. En deze keer blijf ik op een veilige afstand. Huh? Wow! Dat is eigenlijk best wel cool. Dat ding komt er nu aan. Hoe lang heb je nog nodig voor die valsvot? Nog zeker een minuut. Geen probleem. Oké, misschien toch een probleem. Schiet nou op. Ja. Werk sneller. Nee, niet slaan. Werk sneller. Travis. Oh, dit joch is wel sterk. Hoe ver ben je nu met die valsvot? Ik moet nog even wat knipperlampjes aansluiten. Is dat echt noodzakelijk? Nee, maar moet je kijken hoe cool ze zijn. Zwart! Geef hier! Nu! Maar hij werkt. Ja, hij zit vast in een tijdloos. Dat is fantastisch. Nu beleeft hij steeds dezelfde 3 seconden. Opnieuw. Ik snap het. Wauw. Man, dat was een heftige afdaling door de buis. Ik
denk dat ik weet waarom alles hier zo vreemd is. Waarom dan? Nou, er is buiten een heel bizarre storm, toch? Met veel bliksem en zo. Ja? Ik denk dat de storm een elektrische storing veroorzaakt in de buizen, zodat we hier terecht zijn gekomen. In dit omgekeerde universum. Zitten we nu in een omgekeerd universum? Ja, maar praat over Brownies, praat over Brownies. Dus en daarna open je het pakje met brownie mix en dan doe je het in een kom. Ah, je doet het in een kom. Wat is een omgekeerd universum? Het lijkt op ons universum, maar dan anders. Omgekeerd, zeg maar. De goede mensen zijn slecht en alles is bijna hetzelfde, maar omgekeerd. Goed, de kaartjes. Heeft je zus nu eindelijk 4 kaartjes voor het Hawkins-concert gegeven? Nee. Ze weigert ze nog steeds te geven. Dan denk ik dat we over moeten op plan B. Laat me los. Zo. Daar hebben we Henry Hart. Luister, gast, ik moet echt met Piper gaan praten, dus wat wil je? Ik wil met je afrekenen. Waarom? Zodat ik jouw baantje krijg bij troep en zo. En dan geeft Jasper ons alle gratis troep die wij willen. En gratis wifi van de winkel. Inderdaad. Dus, Henry Hart, hier komt de spatel. Wat doe je nou? Ik kies Henry zijn kant. Oh, mijn hemel. Wat een fantastische verrassing. Luister. Ik hoorde dat je kaartjes hebt voor het Hawkins concert, dus geef ze maar aan mij. Oh, ik zou wel willen. Maar ik heb al 3 vrienden meegevraagd naar het concert. En ik geef de andere 4 aan arme kinderen. Wauw. Wat? Je bent zo lief. Oh. Wat lief dat je zegt dat ik lief ben. Vind je het leuk als ik een taart voor je maak? Ja, dat zou ik eigenlijk wel. Captain Man? Oh, mijn hemel, wat een fantastische verrassing. Kop dicht. Oké. Hey, ik dacht dat jij naar de kapper zou gaan. Dat klopt. Maar toen bedacht ik me dat mijn haar al perfect is. Heb je de concertkaartjes al gekregen? Nee, nog niet. Ik ben er nog mee bezig. Nou, kleine meid, dan heb jij een probleem. Ja, ik begrijp het. Doe maar wat je moet doen. Nee! Waarom nemen we niet een stukje taart? Je bent een watje, Kid Danger. Jij bent toe aan een dubbele dosis vitamine vuist. Laten we erover praten. Oh, echt, hè? Oké, jongens, ik moet er nu vandoor. Waar ga je naartoe? Naar mijn vrijwilligerswerk. Wat is er met jou aan de hand, Kit? Je gedraagt je raar sinds jij en Charlotte omlaag kwamen door die buizen. Waarom? Dat kan ik je niet zeggen. Jij zegt me nu wat er aan de hand is. Of ik druk mijn vingers zo in je gezicht. Oké. Ik ben niet Henry die je kent. Wat wil je zeggen? Ik kom uit een omgekeerd universum, net als Charlotte. En we willen gewoon terug naar huis. Dus heel alsjeblieft niet je vingers in mijn gezicht. Oké. Het tijdportaal van de tijdrover. Ga weg van dat ding. Nee, ik denk toch van niet. Drax? Ga weg van dat ding. Niet op Zo te zien is mijn taxi er. Nou, het was weer gezellig. Tot ziens. In een andere tijd. Hij is ontsnapt. Niet voor lang. Ja, jullie moeten hem gaan halen. Wow. Ja.
Nou, dat weet ik wel. Dat zijn heksen. Heksen, zeg ik je. Zo. Het is 1989 en we hebben geen idee waar... Daar, kijk! Drax. Hoe durft hij een ijsje te kopen? Hier! Ben je in deze tijd? Sukkel. We gaan hem grijpen. Kom op. Dat zijn ze! Die twee daar. Kijk, hier staan ze. Dit zijn ze. Zij zijn heksen. Is dat waar? Zijn jullie heksen? Hé, we kunnen alles uitleggen daar zo achter die bessenstruiken. Oké, dan gaan we achter de struiken praten. Mooi, kom mee. Oké, kom op. Jullie hebben echt geen zorgen. Als ik eerlijk ben, weet ik niet echt waar die is vandaan. Maar volgens mij is het een hele gast. Ik heb een hele klap op je hoofd gehaald. En opgelost. Goed gehuurd. Oké, dan kom op. We moeten afrekenen met die... Waar is Drax? Beveiliging. Alle beveiliging naar het gebied bij de bessenstruiken. Ja, wij zijn ook studenten. Ja, is hier een video. Studentenleven. Of niet dan? Hey, ik ben de vijf gast. Nee, is het juist. Dat niet. Oké. Okay. Ah, cool. Oké. Dit is je slaapkamer, dus blijf cool. Dat ben ik altijd. Sorry. Ja, wat moeten jullie? Schwot. Mooi haar. Hoe weet je hoe ik heet? Omdat ik... Luister, mogen we even binnenkomen? Ja, we moeten echt even met je praten. Ik ken jullie niet. Oké, we gaan er binnen. We moeten weten waarom Drax precies naar dit jaar kwam. Misschien heeft hij het willekeurig gekozen? Nee, ik ken Drax. Hij heeft 89 gekozen met een reden. Er moet iets speciaals zijn vandaag. Hey, Swat, is alles oké hier? Ja, ik sta gewoon mijn ondergoed te stomen. Ah, slim. Jongens, dit is mijn vriend Jim van de campusbeveiliging. Jim. Hey, Jim. Het is Jim. Ik ben Jim. Maar Jim, wie is... Dit is mijn zoon, Pango. Vandaag is neem je kind mee naar het werkdag. Ik wil naar de dierentuin. Niet nu! Maar... Ga naar de auto! En een veilige dag nog. Mijn vader neemt me vandaag mee naar zijn werk in het laboratorium. Henry, dit is de dag dat ik onverwoestbaar word. Snap je het? Ja, soort van, nee. Daarom komt Drax dus hierheen. Hij probeert te voorkomen dat ik met mijn vader naar zijn werk ga, zodat het ongeluk niet gebeurt. En dan word je niet onverwoestbaar. Dat betekent geen Captain Man. Geen Kid Danger. We moeten hem stoppen. Kom op, kom op. Papa, hey papa, papa. Hey papa, wow. Hey kleine Ray. Wie bent u? Dokter Slaapzacht. Huh? Maar wat bedoelt u, dokter? Oké. Ik ga de geschiedenis herschrijven. Wie zit hier in de Sensitizer? Ray, wat is er? Maak je maar geen zorgen, kid. Alles is... dat doet pijn. Maak je maar geen zorgen. Want de pijn trekt zo meteen wel vanzelf weg. Auw, dat is gebroken. Dat is een gebroken arm. Oh, zielig arme Ray. Maar Ray, je kan je arm niet breken. Je bent onverwoestbaar. Nee, dat ben ik niet meer. Dit is de dag waarop mijn 8-jarige ik gedensiteerd had moeten worden.
Kijk naar zijn hand. Ik zie hem. We zijn al te laat. Drax is gedensiteerd. Maar hij heeft de densitizer nog niet vernield. Waar hebben jullie het over? Ik wil ook graag weten waar jullie het over hebben. Ray, jij en Henry brengen professor Manchester en al die mensen snel naar buiten. Maar we blijven hier vechten tegen Drax. Nee, dat regelen wij. Vertrouw ons maar, wij zijn 20 minuten ouder. Oké. Okay. We moeten gaan, oké? Okay? Iedereen moet naar buiten. Je bent zo knap. Oké, iedereen. We gaan allemaal naar buiten door de achterdeur. Kom op. Wat is er met je arm, Ray? Wat is er met jouw gezicht? Gast, goeie. Dank je, ik ben gevat. Ja, lach maar. Want raad eens, ik heb voorkomen dat jij vroeger gedensiteerd werd, zodat ik nu de enige ben die onverwoestbaar is. Captain Man! Zorg dat mijn jongen ik in de densitizer komt en trek aan de hendel. Maak je geen zorgen over mij. Ik denk dat hij zich wel zorgen moet maken. Wacht even. Waar is mijn vuist nou? Je vuist is daar. Oh, ja. Is alles oké? Okay? Ja, ik voel me heel goed. Auw! Hé, hey, dat deed maar heel even pijn. Captain Man, hoe voel je je? In twee letters. Okay. Sorry, Drax. Zo te zien is Captain Man weer onverwoestbaar. Overal. Nou, ik ook. Wat gebeurt er? Ik hou hem vast in een tijdstroom. Een tijdstroom? Wat betekent dat? Oh. Wat vind je ervan? Alles is beter dan je vorige kapsel. Hé! Hey! Je vroeg me wat ik dacht. En hoe heet jij, meisje? Piper. Hallo, Piper. En welkom in mijn wereld. Wat bedoel je met jouw wereld? Dat vertel ik je. Al zolang ik weet, woonde ik hier alleen in deze prachtige wereld. Ik was erg eenzaam. Maar toen, gisteren ineens, opende er een poort van jullie wereld naar die van mij. En nu haal ik vrienden naar mijn wereld. Wow. Maar ik wil niet in jouw wereld zijn. Ik wil weer naar mijn wereld. En wat dwarrelt er hier? Suikerspin? Inderdaad, het sneeuwt suikerspin hier. En dat bankje is van karamel. Het is wat plakkerig, maar het zit wel lekker.
Als het hier zo leuk is, waarom heb je me dan ontvoerd? Het spijt me. Ik dacht dat je het hier leuk zou vinden. Maar als jij graag terug wil naar je wereld, stap je gewoon weer door die vrolijke poort. Wat is dat geluid? We denken dat dat de doodsbange kinderen zijn die door het monster worden gepijnigd. Zijn jullie al zelf door die poort gegaan om te kijken wat er gebeurt in die andere dimensie? Nee, nee, dat is veel te griezelig. We horen echt heel veel gegil uit dat gat. Hoor je? Daar is het weer. Oeh, angstaanjagend. Stekelijk! Dit is geweldig, Kimmy! Oh, dat vind ik fijn! Ik hou van jullie! Vrienden voor altijd! Hoor je dat? We moeten ze redden! Ja, ja, dat klopt. Nou, succes dan! Wacht, wat? Je hoorde toch wat hij zei? Er kan maar één persoon tegelijk door die poort. Dat heeft helemaal niemand gezegd. Oké, goed dan. We gaan erin, pakken dat monster aan, grijpen die kinderen en gaan er weer uit. Klinkt goed. Pak de kinderen! Wil je een knuffel? Sterf, jij smerig beest! Ah! Kom op, weg deze heer. Snel, snel! Geen paniek, ik red je wel! Kom op, Boenekind, snel! Hier komen jij! Captain Man, kom mee! Wacht! Waarom dan? We moeten deze poort voorgoed zien te sluiten. Hoe wil je dat gaan doen? Hiermee! Wauw! Een explosieve bevingsbom! Als je maar opschiet, oké? Mag ik het misschien even uitleggen? Kom dicht, griezel! Ah! 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 Goed gedaan! Bedankt. Wat is dit voor spul? Een of ander interdimensionaal slijm. Captain Man, Kid Danger. Oh, je hoeft ons niet te bedanken. Bedanken? Dat monster was lief. Hij heet Kevin, hij was eenzaam en wilde vrienden. Ja, we hadden zo weer weg kunnen gaan. We wilden daar blijven. Ziet eruit als bedorven beslag! Oh nee! Ik ben terug naar van. Morgen. Ik heb deze dag al eens beleefd. Oh. En de eerste keer was het vreselijk. Maar nu ik weet wat er nog allemaal staat te gebeuren, zorg ik ervoor dat alles goed gaat. Ja, loop je anders heel even mee naar de schoolarts? Luister, ik ben niet gek of zo en. En succes met je toelating voor Lomp. Het heet helemaal geen Lomp. En hoe weet je van mijn toelating? Ik zei toch net, ik heb deze dag al beleefd. En ik weet dat je het haalt. Echt waar? Yep. En nu komt Jasper weer voorbij en die doet net alsof hij ons niet heeft zien staan. Hey Jasper. Oh hey, ik had jullie helemaal niet gezien. Dat heb je wel.
Want jij wilt ons je perfecte schaalmodel laten zien van de Nakatomi-toren die je van tandenstokers hebt gemaakt. Helemaal zelf en het kostte je 3 maanden. Geef terug! Zeker niet! Het is mijn eigendom. Geef hier! Nee! Oh, en daar gaan we weer. Avocado's zitten vol met vet. Met goede vetten. Er is geen goed vet. Oliver, dat is Sydney's avocado. Geef hem terug. Prima. Pak aan, sukkel. Ik snap het niet. Ik weet dat ze is aangenomen, dus het kan helemaal niet dat... Toen je terugging in de tijd, heb je veranderd wat jij deed. Dat heeft ook effect op een heleboel andere dingen. Is dat slecht? Ja, dat is slecht. Kom op, dat gebeurt toch in elke film waarin ze teruggaan in de tijd? Oh, man. Dus het is mijn schuld dat Jasper zijn toren is gesloopt. En het is dus ook mijn schuld dat Charlotte nu niet is aangenomen. Ja, als jij één ding verandert van jezelf, dan heeft dat effect op alles wat er om je heen gebeurt. Dat is het gevaar van tijdreizen. Gast, hoe weet jij dit allemaal? Ik heb zo'n boek. Oh nee, dus nu moet ik weer terug in de tijd om alles op dezelfde manier te beleven. Ja, ja, precies, ja. Maar de eerste keer was vreselijk. Alles moet nu op exact dezelfde manier gebeuren als bij de eerste keer. Hallo, tijdrover. Captain Man en Kid Danger. Ik had al het gevoel dat... Oh. Wat was dat? Ik heb haast. Maar ik mocht helemaal niks zelf doen. Wat maakt het uit? We hebben nu de tijdrover. Ja, maar wat moet ik dan nu gaan doen? En wat doe je met dat ding? Die ga ik gebruiken om een rommel van vandaag op te ruimen. Maar ik ben de baas. Prima. Zeg jij maar wat we eten vanavond. Oké. Wille lumpia. Cool. Maar eerst moet ik even terug in de tijd om meer terug te kunnen zijn over 20 seconden. Man, er staan echt veel mensen. Ik zie mijn vriend Russ, Mary Gaperman, mijn ex Kendall, Natalie Mazda. Natalie Mazda? Die is populairder dan wij. Wie wil er een lekkere deal? Dat is het Captain Man effect. Oké, we knippen het echte lintje over. Dat zouden we nooit doen. Alsjeblieft, stop! Wat wilde je zeggen? Ja, mam, maak je zin af. We moeten wegwezen hier. Wat? Ik zei, we moeten wegwezen hier. Nou, maar graag zelfs, maar we hebben deze piepo beloofd te blijven, dus... Luister, ik had net een visioen. Het kwam niet uit een droom. Deze keer gebeurt het gewoon hier en nu. Ik had net ook een visioen. Van ons, die met elkaar krakelingen aan. Ja, tuurlijk. Leuk. Maar we moeten echt weg hier, snel. Waarom? In mijn visioen zag ik de toekomst. We gaan de hele winkel opnieuw slopen. Wat? Dat zouden we nooit doen. Dat is precies wat je zei in het visioen. Kyle was er en... Kyle? Van Nico's nare bar? Take-out en meneer Goedlachs ook. Oh ja, dus Kyle, Take-out en meneer Goedlachs komen elk moment door die deur lopen en zeggen... Ding dong! Oh, kijk nou eens. We moeten gaan. Misschien moeten we... Als jullie hier zijn voor de heropening, moeten jullie gewoon in de rij gaan staan. We komen niet om te shoppen. Dan zie ik wel de nodige goede deals. We komen voor jou, tijd, rover. Oh, ik word tegenwoordig eigenlijk Ted Roversky genoemd. Dat hoorden we. We hoorden ook dat je samenwerkt met Captain Man en Danger Force. Nou, dat is niet en helemaal en of die met ons samenwerkt, toch, Bob? Ja, het is eenmalig, dus... Hé, hey, laten we anders gewoon gaan. Het is slecht wanneer één van ons goed wordt. Daarom nemen we je mee naar Nico's nare bar om eens goed te praten met de rest van de slechterikkengemeenschap. Ik respecteer jullie standpunt, over maar... mijn lijk, crimineel tuig. Ja! Nee! Tijd hier is nu een goeie Rick. En dat gaat hij blijven ook. Ik heet nu Ted. Oké. Laten we allemaal even diep ademhalen en het gewoon uitpraten. Ik ben al uitgepraat. Geef me vuurtje, Volt! Niet nodig. Ik ga wel mee. Hij gaat toch mee? Stop dan met vechten. Kom op! Alsjeblieft, stop! Kom dicht, we proberen je te redden. Als je niet met ons meekomt, dan slopen we je zaak. Niet als we jou eerst slopen, Takeout. Misschien moeten we allemaal gewoon ophouden met slopen.
komt hij daar nu in? Mijn favoriete muur! Zijn er nog deals? Je moet hier mee! Je kan niks lopen als je niks kan zien. Stop, denk aan de kuis, stop. Deze jongen heeft een nieuwe superkracht. Yeah! Laten we het vieren met krakelingen. Hoor ik nou dat jullie krakelingen gaan halen? Zeker wel. Ja, go!